Wat wil de VVD hier? Nou, ik zou zeggen, kijk om je heen. Dit is natuurlijk een hele mooie locatie. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als Amstelveners hier nog meer van zouden kunnen genieten. Zandstranden zijn in andere gemeenten razend populair. Dus het lijkt de VVD een heel goed idee om hier aan de rand van de poel een zandstrand te realiseren. Hoe zit het in andere steden? Nou, in Amsterdam bijvoorbeeld, daar hebben ze net een watervisie gepresenteerd. En daar zeggen ze, we hebben nu 9 stranden en we willen er nog meer. Want Amsterdammers gaan graag in hun eigen stad naar de strand. En ik denk dat dat voor Amstelveners ook geldt. Wat zou u ervan vinden als Amstelveen er een strand bij zou krijgen? Leuk. Ja, heerlijk. Daar zou ik wel naartoe gaan, denk ik. Ja hoor. Oh, nou, is een leuk idee. Ja, absoluut. Er zijn meerdere plannen in het verleden geweest. Die bleken vaak te duur of onuitvoerbaar. En ik denk dat nu het moment gekomen is, gezien de ontwikkelingen om ons heen, om het plan opnieuw op te pakken. Ik denk dat de mensen zullen denken, jemig, wat zal het kosten? De waterkwaliteit is natuurlijk een vraag. Kan dat wel daar? Kan je daar wel lekker zwemmen? Maar als dat kan, dan is het de truc van Amstelveen. Kijk, nu staan op zondag en op zaterdag, op koopzondag, staan de files bij de afslag. Omdat wij een winkelcentrum hebben. Moet je kijken wat er gebeurt als we ook nog een aantrekkelijk strand hebben. Ik vind het een briljant idee. Kun je volgens uw plan straks vanuit het strand zonder kaderverhoging het water inlopen? Nou, dat zou natuurlijk wel fantastisch zijn, maar we moeten natuurlijk het komende jaar even gaan kijken of dat kan. Maar je zou ook een alternatieve kunnen denken, bijvoorbeeld een klein stukje van de poel gereed maken om in te zwemmen. Of een klein zwembadje aan de rand van de poel. U schrijft dat er bij het raadhuis geparkeerd kan worden, maar die parkeerplaatsen zijn door de week toch helemaal vol? Ja, dat klopt. Die zijn heel erg vol en daarom komen er ook meer parkeerplaatsen bij. Maar de meeste mensen gaan natuurlijk naar het strand in het weekend of in de zomer en er zijn natuurlijk meer parkeerplaatsen vrij. En wat gaat dit nou kosten? Ja, dat is de grote vraag. Ligt er ook aan wat de Amstelveners willen. Het komende jaar gaan we de wijken in. Vragen we aan de Amstelveners wat ze hier allemaal willen hebben. Hoe het eruit moet komen te zien. En dan gaan we natuurlijk naar het plaatje kijken. Wat zou je ervan vinden als bij de pool in Amstelveen een strand zou komen? Nou, dat zou ik best wel leuk vinden. Ja. Waarom? Gewoon chill. En jij, wat zou jij ervan vinden? Ja, dat is wel leuk. Ik kan zwemmen en zo. Oh, ik vind dat goed. Dat is een evenement apart, hè? Ja, daar hoeven we niet naar de Zandvoort. Lijkt me een goed plan. Gezellig, leuk. De zandbakken verdwijnen wegens bezuinigingen. Komt er dan nu één grote zandbak voor terug? Ja, het is echt heel erg vervelend dat die zandbakken in de wijken verdwijnen. Maar door de bezuinigingen kon dat niet anders. Dit is een heel ander plan. We denken hier aan een horecaondernemer die het mee gaat betalen. Ook de provincie Noord-Holland heeft hier misschien subsidie voor. Dus dit is van een heel andere orde en biedt aan heel veel Amstelveners mogelijk plezier. Zit hier niet veel onderhoud aan? Er zit onderhoud aan, maar een mooie plan is wat wij willen gaan presenteren, is dat je dus mee kan gaan denken, bijvoorbeeld met een horecaondernemer die hier kleinschalig iets neer mag zetten, maar die dan mee betaalt aan het onderhoud. Ja, vind ik geweldig. Ik ben voor de jeugd. De echte stranden zijn zo ver weg en dat waag ik meestal niet om in die files te gaan rijden. Dus als het op loopafstand is, ben ik helemaal voor. Ik woon in Haarlem en ik moet eerlijk zeggen, Haarlem heeft een stadstrand aan het Spaarne. Ik ga er zelf nooit heen, maar ik hoor er alleen maar goede dingen van. Dus Amstelveen moet dat ook gewoon doen? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat de Amstelveeners een leukere mensen zullen worden. Ja, misschien voor kinderen is dat ontzettend leuk, maar ja, ik ben weer wat ouder, dus voor mij is dat er niet aan de orde natuurlijk. Denkt u of weet u dat er behoefte is aan een zandstrand? Nou, ik denk het. En de Amstelveeners die ik erover spreek, die bevestigen dat ook. En het komende jaar gaan we nog vaker de wijk in om met Amstelveeners te praten en om samen voor en door Amstelveeners een zandstrand hier te creëren.